Ik vind het echt super kut om daarna te vragen. Snap ik. Maar ja. Het is mijn werk, hè? Niet. Jawel. Echt waar? Ja. Ja, dan heb ik wel een probleem. Heb je geen koffie voor mij meegenomen? Nee. Ben je... Koffie? Ik wil best koffie voor je zetten. Zal ik koffie voor je zetten? Moet je het zetten? Nou, nee, dat is zo gedaan. Dat is thee. Oh, is thee. Maar ik wil ook best een kopje koffie voor je zetten. Nee, nee. Maar ik vind het niet dat je het aanbiedt. Hij hoeft het weer niet, zeker. Ik had twee beginvragen geformuleerd. Ja. Maar ik ga ze wel zeggen, maar ze zijn echt super corny. Oké. Maar nu als ik super over nadenk, corny. Is het wel echt super kut alweer. Oh jezus. De eerste vraag was... Ga je vragen stellen of gaan we gewoon kletsen? Nee, ik ga wel vragen stellen. Oh jezus, oké. De eerste vraag zou ik dan zingend zeggen. Echt, ga je echt zingen? Ja, ga je doen? Ik ga dat doen. De eerste vraag die ik stelde was... houd je vast als je soms bang bent? Maar dan doen we de vraag op van wie is dan hij? Ja, dus dat is toch helemaal nergens. Nee, dat is gek. Het tweede wat ik dacht van, dat was zeg maar... Het was wel ontroerend, ik vond het wel ontroerend. Vond je het mooi? Nou ja, het is ook lief dat je me wel aankeek ook. Vond ik ook wel, Het tweede was, ben jij zelf ooit of in al die jaren wel zelf geweest? Dat ik ook van ja, dat is dan Jezus, nergens op. Jezus, die is wel heel corny. Jezus. Maar de echte beginvraag is natuurlijk, op één nummer op je nieuwe plaat, ja, zing je Man, ik voel me goed. Ja. Je kunt me kont en alles kussen. Ja. Dus mijn vraag is, welke persoon kan op dit moment letterlijk echt jouw kont kussen? Ik wil één naam weten, dan wil ik niet Donald Trump weten. En echt denk van shit, als ik daar al te vroeg op een dag aan denk, moet er heel wat gebeuren om een dag weer goed te maken. Ja, maar weet je, dat is lastig. Want nee, ik ga er niet omheen praten. Het zou iemand zijn als Geert Wilders. Ja. Maar ik vind het ook lastig, want iemand als Geert Wilders doet ook gewoon zijn best, weet je wel. Is ook gewoon iemand die zijn eigen opvatting heeft. Is gewoon, ja, ik denk over dat soort mensen die onverdraagzaam in het leven staan, die kunnen me kont kussen. Laten we over je nieuwe plaat gaan hebben. Ja, heel goed. Een goed jaar. Vind je een mooi plan? Ja. Ja. Ik wil een paar nummers bespreken. Goed. Ik vond Horizon een van de mooiste nummers. Van dit album? Ja. En ik heb net pas eigenlijk, toen ik hem in de auto hoorde, besefte ik, dat is eigenlijk jouw versie van Jacques Brel's Mijn Vlakke Land. Ja. Nou ja, dat Toch? Heb ik eigenlijk nooit zo bedacht. Dat zal ik je eerlijk zeggen, dat heb ik nooit zo bedacht. Of lul je dat niet? Nee, dat lul ik niet. Dat heb ik nooit zo bedacht. Ik ook qua het, ja, ik weet niet hoe je het noemt, het ritme of het een beetje dat... Ja, verdomd hé. Zullen we gaan luisteren? Gaan we luisteren? Ja. Naar Horizon. Of vind je het stom? Nou ja, ik ken het wel, ik wil het wel een ja, maar voor de, ja. Oh ja, is goed. Ja, schaam je er niet voor, toch? Ik vind het heel mooi, vind ik het. Het is een van mijn best gelukte nummers, denk ik, tot nu toe. Ik vind het zo moeilijk om het ritme te achterhalen. Oh, niet ja. Dat er geen ritme, maar gewoon van... Zal ik hem aangeven? Hoe moet je dan invallen en gewoon... Ja. Het is heel makkelijk, je moet gewoon meetellen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2,
En van de grond. Ja, is mooi gelukt, hè, dit. Alleen maar. Gaat daar je doorheen? Wat? Gaat er niet zo doorheen? Oh, ga maar echt luisteren. Ja. Waar ik mijn eerste woorden vond, de smaak naar meer, spoor ontstond, mijn geboortegrond. Vind je het stoer dat mensen dicht bij jouw gevoelsleven proberen te komen? Of een poging doen om persoonlijke dingen van jou dat wel, te halen? Ja. Ja? Nou, ook als het gewoon mijn gevoelsleven niet. Ook als het gewoon uit je tekst proberen te halen? Nou, nee, hoor, maar dat vind ik niet storend. Want toverkleuren gaat natuurlijk over een kortstondige verliefdheid van jou ergens.
Ja, kijk. Dat is, maar het is gewoon niet zo. Maar dat is alleen lullig je als ik het zeg. Je kan ook gewoon ja zeggen als je thuis bent van ja, die gast die loopt me uit de weg. Ik wil gewoon lekker mee gaan lullen met hem. Nee, maar dat is, kijk. Waar het over gaat, dat gaat over overgaaf. Dat lied gaat over overgaaf. Ik bedoel, het gaat over iets wat jij herkent, wat ik herken. Maar het gaat niet per se over iemand. Maar je hebt het meegemaakt. Anders kun je het allemaal dingen, meegemaakt. Anders kun je zulke dingen niet schrijven. We hebben het allemaal meegemaakt. Waar in jou zit dat kamertje dan waar je dan even zo heel Herman van Veen achter, waar je dat inloopt en dan daar iets uitpakt en dan zo'n nummer schrijft? Het zit niet in een kamertje. Hoe werkt dat dan? Je begint te schrijven en je denkt... Maar hoe doe je het dan zonder dat het plat en pathetisch klinkt? Dat kan toch alleen maar als het echt iets is wat... Nee hoor. Helemaal niet. Dat is gewoon een kwestie van de goede woorden opschrijven. Ja, echt waar. Jeetje. Ja, meer is het niet. Je moet de goede woorden weten op te schrijven en je moet het goed weten te vertolken. En een nummer als Toverkleur, wat echt een dierbaar nummer is voor mij... Waarom? Nou ja, eigenlijk is alle nummers dierbaar, maar Toverkleur is echt over een dierbaar nummer, juist omdat het daarover gaat. Het gaat over overgave, over dat wat je mee hebt gemaakt, dat oké okay is en dat je daar... Wat heb je meegemaakt dan? Wat je in je leven meemaakt. Dan sluit je terug op één mooie... Niet per se, gewoon dingen die je in je leven meemaakt. Iemand die je verliest, en in het geval van Toverkleur is dat een liefde. Alleen dat kan ook een ouder zijn die je verliest, weet je wel. Of iemand, een vriendschap die overgaat. Maar dat is niet per se iets. Terugkomend op je andere vraag. Ik vind het helemaal niet zo ingewikkeld om over een gevoelsleven te praten. Wat ik wel ingewikkeld vind is over mijn persoonlijke leven te praten. Dat vind ik ingewikkeld. Waarom? Gewoon omdat ik vind dat mensen dat niet aangaat. Ja. Ik praat eigenlijk nooit over mijn persoonlijke leven. Toen je nog echt mega popster was in Nederland. Ja. Had je dan ook nooit het gevoel van... Ik heb diehard fans en eigenlijk gun ik die mensen wel een soort... Dat ik mijn privéleven boekje heb. Juist niet. Nee? Juist niet, want ik vind het zelf heel erg storend als ik te veel weet van mensen. Ja. Ik wil niet weten wat een acteur allemaal voor trucs in zijn hoofd uithaalt, of ja, als ik trucs moet noemen, in zijn hoofd uithaalt, om tot een bepaald gevoel te komen. Ik wil alleen maar dat gevoel maar kunnen herkennen en daarin meegaan. Ik wil niet weten wat Gijs Scholten van Aschot allemaal thuis meemaakt. Nee. Ik ben daarin een acteur. Stel ik je nou echt teleur? Nou, ik doe mijn best om die platen doorgronden. Ja. En je geeft me helemaal niks. Dat is helemaal niet waar. Jawel, je kaast alles af. En je zegt van... Er is een muur tussen het publiek en de artiest. Het is helemaal geen muur. Het moet juist een open iedereen moet open voelen wat hij wil. Nee, het moet een open ruimte zijn. En iedereen mag voelen wat hij wil. Daar ben ik zeker voor. Daar ben ik zeker voor. Ik heb 's nachts naar je geluisterd, hè? Mm-hmm. En? Niemand wist het. En toen? Toen dacht ik niet dat we ooit dit gesprek zouden hebben. Nee, dat is één. Dat dacht je al niet. Maar ik had het niet erg gevonden. Had ik dat geweten. Dan had ik jou kunnen vragen van... Want ik dacht toen... Ja, natuurlijk ging ik niet bij een 17-jarig klasgenootje in de sneeuw buiten staan... terwijl haar man lag te slapen. Nu pas is dat zo. En dan zou ik graag met jou willen praten. Hoe was dat dan, man? Ik had dat ook, zoiets. En dan zeg jij van... No. Hier is de plaat. Verder ga ik niet. Kijk, zo'n nummer is gewoon een verzonnen nummer. Ik heb het niet eens thuis geschreven, Thomas heeft die tekst geschreven. Dat is gewoon een verzonnen nummer. Het gaat over het gevoel dat je wil, dat je afscheid neemt van iemand. Ik moet het minder vaak gaan doen, deze interviews. Wat dan vind je het? Al die illusies dan gewoon helemaal de kloot. Wat heb je er nou aan? Je moet juist die illusie houden. Het is veel erger als ik jou ga vertellen waar het allemaal over gaat. Dat is helemaal niet leuk. Maar heb je niet het gevoel dat je mensen in de zaak neemt als je op het podium staat? Helemaal niet, het gaat over echte dingen. Het gaat over dingen die mensen meemaken. Alleen dat jij het niet bent, is ook niet noodzakelijk. Nou ja, ik ook. Alleen, het is niet per se één op één van mij. Hmm. Ik bedoel, dat is een platgetreden pad, dat heb ik al heel vaak gezegd. Maar ook in de tijd met Agnes de Munnik. Wat we schreven is wel autobiografisch. Of wat ik schrijf is wel autobiografisch. Maar het is niet per se waar. Snap je? Ongeacht of het waar is, en je leest dat... Thomas zegt van, dit komt gewoon nooit meer goed. Mm-hmm. Doet het dat pijn? Nou. Mag je wel zeggen? Nou ja, pijn. Dus het is niet leuk om te lezen natuurlijk. Want dit is helemaal uitgesloten? Nee, helemaal niet. Wat mij betreft.
Weet hij dat? Niks uitgesloten is in het leven. Dus het is niet nog Liam en Noah Gallagher, jullie twee? Nee, volgens mij hebben wij... Wil je me iets vertellen? Nee, wat wij aan elkaar vertellen, vertellen wij aan elkaar. I'm so fucking sorry voor je. Toevallig hadden we het er laatst over, als ik dat een kleine insight geef, hadden we het toevallig over. Wat ik zei dus over dat je in interviews heel vaak over gevraagd wordt. En dus over een terugkeer? Nou ja, of dat. Maar of over hoe het was. Ja. Hoe het was, of over... komt het nog goed? En wat Thomas toen zei en wat Paul toen zei, weet je wel? En ja, we moeten daar een soort manier voor verzinnen. Dus we hadden laatst van, we moeten binnenkort even bij elkaar gaan zitten. En daar gewoon even een bier op drinken van, hoe gaan we dat eigenlijk doen? Aan de andere kant denk ik... Hoe gaan we wat doen? Nou, gewoon hoe gaan we dit... Want dat is eigenlijk heel vervelend, want Thomas die heeft dan blijkbaar gezegd, het komt nooit meer goed. Maar dat, weet je, dat zegt Thomas ook wel in een interview. En dat zal, ja, op dat moment zal hij dat ook wel zo bedoelen. Alleen dat kun je natuurlijk helemaal niet zeggen, het komt nooit meer goed. Waarom niet? Gewoon niet. Ik bedoel, dat kan je wel zeggen dan blijkbaar, maar dat, je weet nooit hoe dingen lopen. Dus je gaat binnenkort een biertje drinken om te bespreken... Nou, ontstellende zal het wel meer bier worden, maar... Hoe je kunt communiceren dat de deur niet dicht is. Nou ja, of hoe je in interviews omgaat met überhaupt praten over het duo. Het duo is er niet meer, dus waarom zou je het er net over hebben? Ken je de alternatieve theorie van het einde van Acte de Munnik? De alternatieve theorie? Ja, over het einde van Acte de Munnik? Er zijn veel theorieën over het einde van Acte de Munnik. Ik ken de alternatieve theorie. Wel. Tuurlijk. Ja. Tuurlijk. Wat vind je ervan? Nou. Nou, daar kan ik niet op ingaan zonder heel erg op het onderwerp in te gaan. Dus dat wil ik niet. Ik vind het echt super kut om daar naar te vragen. Dat snap ik. Maar ja. Het is mijn werk, hè? Ja. Nou, wat ik lastig vind, wat ik daar lastig aan vind, is dat je... Kijk, ik kan over bepaalde onderwerpen wil ik gewoon niet praten, omdat ik daar te veel mensen mee te maken heb. Te veel mensen mee gemoeid zijn. Als je dus een alternatieve theorie hebt voor. Er waren er een paar overigens. Over het afscheid van Acte de Munnik. Dan is dat ook voor Thomas heel pijnlijk. Dat is gewoon lullig. Omdat wij gewoon. Tenzij het gewoon bullshit is. Nou, het is ook bullshit namelijk. Dat is de pijnlijke. Het is volledige bullshit. Ja. Dus het is pijnlijk is dat je een... Ik ga het niet benoemen, maar de theorie dat externe factoren... of dat derde hebben bepaald, derde met alle respect... jullie moeten stoppen, is toch volledig flauw? Volledig flauwkul. Volledig flauwkul. En dat is ook heel vervelend, omdat... Dat ging over mijn vrouw. Dat mijn vrouw zou gezegd hebben dat ik moest stoppen met Acte de Munnik. Dat slaat helemaal nergens op, omdat... Waarom zou je mij iets zeggen van dat ik iets niet meer mag doen... wat mij mijn levensvreugde geeft? Dat is toch onzin? Ja. Als ik dat zo zou voelen. Dus het is waanzin. En wat er pijnlijk aan is, is dat je dus... Dat ik met dat je een gesprek hebt over... Kijk, maar op een gegeven moment ben ik met Thomas. Dat verhaal is ook bekend. Ik heb op een gegeven moment Thomas had ik aan de telefoon. En Thomas voelde meteen, oh ja, er is iets aan de hand. Nou goed, wij afgesproken. En dus op een gegeven moment gezegd... Oké, volgens mij is het tijd dat we Acte de Munnik opheffen. Gewoon omdat ik vind dat ik daar nu aan toe ben. En, nou, helemaal niet leuk. Thomas vond het op dat moment ook helemaal niet leuk. Die zegt, uiteindelijk is hij nu hartstikke goed over. Omdat hij ook nu merkt van, oké, er liggen allemaal wegen open. Dat is eigenlijk hartstikke goed. Allemaal hartstikke fijn. Ja. Alleen op dat moment, en dan komt er bijvoorbeeld zo'n verhaal van dat mijn vrouw dat al gezegd zou hebben. Ja, maar wie verzint zoiets? Ja, jezus, wie verzint zoiets? Ga je niet echt heel erg twijfelen aan je medemens? Dat je denkt van... Nou, ja, weet je, ik twijfel ten eerste altijd aan mijn medemens. En ten tweede denk ik... Ach ja, mensen zullen het ook allemaal... Ik denk ook mensen zullen het ook allemaal niet zo erg bedoelen. Ik wil graag afsluiten met een zin van... Ga je hem weer zo aankijken? Oh god, gaat hij weer. Zolang de titelrol... nog niet in mijn doek verschijnt... blijf ik hopen op het wonder... van een open eind. Goed jongen. Bedankt. Thanks.